Kijkers en luisteraars, een vaartig goedenavond. Welkom bij SBS Reports van vrijdag 30 oktober. De binnenlandse berichten. De intentieverklaring die de staat Suriname en de Amerikaanse multinational Alcoa hebben getekend, moet worden ingetrokken. Dit vinden diverse assembleeleden. Zij vinden dat de intentieverklaring niet in het belang is van Suriname. In de Memorandum of Understanding is de mogelijkheid tot intrekking ook opgenomen. De Nationale Assemblée wil in een geheime vergadering met de regering van gedachten wisselen over de MOU met Suralco, de afvloeiing van werknemers en herstel van de milieuschade. Assembleelid Aziz Kumar Gayadin van de VHP zegt aan Star News dat de intentieverklaring bijzonder nadelig is voor Suriname. Er is volgens mededelingen van de presidentiële onderhandelingscommissie bijkans $1 miljoen betaald aan internationale juristen gevestigd in Parijs om de onderhandelingen juridisch te begeleiden, onthult Gayadin tegenover Star News. Gayadin vindt dat de intentieverklaring die getekend is, de Brokopondo-overeenkomst die een wettelijke basis heeft, terzijde kan schuiven. Volgens de volksvertegenwoordiger zijn er veel juridische en technische fouten aan de MOU die getekend is. Namens Suriname hebben president Desi Bouterse en minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen hun handtekening geplaatst onder de intentieverklaring. Niet alleen het land in zijn algemeen, maar ook de werknemers van Suralco worden gedupeerd door de intentieverklaring. Eigenlijk worden de werknemers hiermee in de steek gelaten, stelt Gayadin. Hij vindt dat de intentieverklaring geen stand kan houden en in strijd is met de wet. Op grond hiervan moet deze worden ingetrokken. Gayadin stelt dat na de besloten vergaderingen waarin gevoelige informatie zal worden verstrekt, in het openbaar gedebatteerd moet worden over de intentieverklaring, de Afobaka krachtcentrale en de toekomst van de bauxietindustrie. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP heeft woensdagavond het personeel van de apotheek, gynaecologie, operatiekamer, radiologie en neurologie gehuldigd in verband met het behalen van de ISO Healthcare certificering. Wij dienen ons meer te focussen op patiëntgerichte processen. De samenleving vraagt ernaar, zei algemeen directeur Antoine Brahim in een toespraak. Dit traject maakt deel uit van het strategisch plan 2020, waarbij het AZP wordt omgezet in een academisch medisch centrum voor geheel Suriname. Centraal staat dat de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd moet worden. In totaal zijn er vanaf 2013 tot nu 12 afdelingen van het AZP gecertificeerd. Brahim onderkent dat er zich voorvallen voordoen waarbij de patiënt ontevreden is, maar dat is door het instellen van de afdeling patiëntenservice bijna verleden tijd. Iedere klant die niet weet waar hij naartoe moet of een vraag heeft, mag naar de medewerkers. Brahim zegt dat het personeel een zware job heeft gehad tijdens het proces van certificering. Je moet je voorstellen dat je jarenlang gewend bent om op een bepaalde manier te werken. Sommige dingen zijn vastgelegd, andere weer niet. Nu word je gedwongen om alles vast te leggen in procedures en protocollen. Terwijl medewerkers worden geconfronteerd met hun normale dagelijkse werkzaamheden, moeten ze een heleboel extra inspanningen plegen om de certificeringsdoelen te bereiken. Bij de sluiting van Bestmart en 5 andere supermarkten in Paramaribo Noord is gebleken dat vervallen producten in het magazijn worden bewaard. Wij zullen leveranciers van goederen aanschrijven dat winkeliers in problemen komen als er vervallen producten worden aangetroffen, antwoordt districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noord-Oost op een vraag van Star News. De bestuursdienst heeft samen met het Bureau Openbare Gezondheidszorg BOG en de Economische Controledienst actie genomen nadat er klachten waren ingediend van vervallen producten. Deze supermarkten zijn gesloten totdat alles in orde is bevonden. Het BOG zal de winkels opnieuw controleren.
Pas als er groen licht wordt gegeven, zullen de zaken weer de deuren mogen openen. Miranda zegt dat bij nader onderzoek de eigenaar van Bestmart heeft aangegeven dat de spullen in het magazijn die in een vriezer waren, niet bestemd waren voor verkoop. Dit geldt ook voor vervallen producten die in het magazijn van supermarkten zijn aangetroffen. De supermarkteigenaren hebben aangegeven dat de spullen niet voor verkoop bestemd waren, maar de leverancier moest ze ophalen. Om te voorkomen dat verrotting plaats zou vinden, worden deze koel bewaard. Daarnaast waren er ook vervallen producten op de schappen aangetroffen. De DC benadrukt dat winkeleigenaren moeten nagaan wat de vervaldatum is van spullen die worden verkocht. Ook zijn er klachten dat winkeliers 's avonds de stekker van de vriezers uittrekken om zo elektriciteit te besparen. Dit is ook gevaarlijk, omdat ingevroren etenswaren niet op de juiste temperatuur worden bewaard. De voorlichting en de controle zullen opgevoerd worden, benadrukt Miranda. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.